Het is een beetje dat oude verhaal van je kan vrouwen maar beter niet te veel laten lezen. Niet te veel intellectuele gesprekken met hebben, because they might get notions. We gaan vanavond het hebben over gender in het publieke debat. En dat doen we naar aanleiding van Judith Butler. En eigenlijk specifiek twee boeken. De Kleine Butler, geschreven door Margriet van Hees, die naast mij zit. En Wie is er bang voor gender, geschreven door Judith Butler. En ook vertaald door, mede vertaald door Margriet van Hees. Ook hoofdvertaler was Mieke Maassen. Dat wilde je vast gaan zeggen. En in dat boek bespreekt bespreekt Butler de aanvallen op gender in het publieke debat. En onderzoekt hen hoe gender een fantasma is geworden. Een waanvoorstelling eigenlijk, een soort spookbeeld waarvan alles op wordt geprojecteerd. Aan de achterkant van het boek las ik ook een quote van Judith Butler. Hoe ontwikkelen we een tegenbeeld dat sterk genoeg is om dit bedriegelijke fantasma te ontmaskeren, onschadelijk te maken en ervoor te zorgen dat het niet langer wordt ingezet voor meer censuur, verdraaiing van de feiten en reactionaire politiek. Nou, dat gaan we proberen te doen vanavond. In ieder geval gaan we fantasma's ontmaskeren en een tegenbeeld brengen vanavond. En ik wil dus als eerste een hartelijk applaus voor Margriet van Hees. Cultuurwetenschapper, ook verbonden aan de UvA. En ze onderzoekt intersexen en gendervraagstukken, queerness, LHBTQIA, plus en seksualiteit. Ja. En we beginnen even met Judith Butler. Wie is Judith Butler? Ja, wat een leuke vraag. Nou, ik kwam op het werk van een Amerikaanse filosoof in 1996, toen een medestudent tegen mij zei: heb je al gehoord over die lesbische filosoof? Hij heeft een heel moeilijk boek geschreven, maar je schijnt het gelezen te moeten hebben. Het heet Gender Trouble. En ik dacht, oké, lesbisch, trouble, filosofie. Daar moet ik zijn. Dus ik heb dat onmiddellijk besteld. En dat duurde natuurlijk nog 3 weken voordat het dan via een boot naar Europa werd geshipped. Maar ja, dat boek is dus dit boek. En je ziet dat. Zijn alle bladzijden er nog? Of? Nou, het is helemaal uit elkaar gevallen ondertussen. En dit boek heeft mijn kijk op gender, op mannen, op vrouwen, op seksualiteit voor altijd veranderd. Op een hele positieve manier. En dus wie is Judith Butler? Is een zeer invloedrijke filosoof uit Amerika. Die eigenlijk een boek schreef omdat ze boos was op hoe sommige mensen menselijkheid werd ontkend op basis van hun seksualiteit of seksdiversiteit. En dat boek schreef hij met een beurs, gewoon net gepromoveerd. En dat werd dus een wereldbestseller. En wat was het zo baanbrekend aan Gender Trouble? Ja, nou, en dat is een hele goede vraag. Maar wat Butler in dit boek deed, was op dat moment werd gender gezien als het gevolg van twee seksen. Dus je had twee seksen, man en vrouw, en die veroorzaakten twee genders. En wat Butler laat zien is dat juist het idee van twee genders in onze cultuur het idee genereerde dat er ook maar twee mogelijke geseksueerde lichamen bestonden, mannen en vrouwen, waarmee al het andere eigenlijk van de tafel werd geveegd. En dat wat zij. Nu gaan we doen, hè? Wat hen. We hadden nog een trigger warning geven. In het Nederlands zijn de onzijdige lidwoorden heel ingewikkeld, omdat je heel moet nadenken over hen en zij. En ik vergis me daarom heel vaak. Dan vindt Butler. Ik niet ook met hen al gedaan. Ja. Zo goed. Ja, nou, in het Engels hebben we er geen last van, maar in het Nederlands wel. Maar Butler die zegt gelukkig: ik ben non-binair. Maar hen en zij zijn prima lidwoorden voor mij. En niemand gaat boos worden. Maar we gaan wel ons best doen, denk ik. En dus om terug te komen, wat Butler eigenlijk zegt in het boek is: Gender Trouble, hen hoopte met dit boek een soort opening te maken, een soort cognitieve of opening in het denken over gender en seksualiteit om meerdere mogelijke levens te creëren.
En het gaat dus echt over menselijkheid. Wie wordt herkend als mens en wie niet? En dat is eigenlijk wat ik het mooiste vind aan dit boek. Ik wil graag de volgende gast uitnodigen. Sharon Balla. Een hartelijk applaus. Kunstenaar Sharon Balla, die deze zomer te zien was in de documentaire Kiezen, Snijden, Zwijgen. En ook die documentaire heb je eigenlijk zelf ook geregisseerd. Mede geregisseerd. Ik ga zo eventjes een klein beetje een samenvatting geven. Dan hoeven we niet helemaal bij het begin te beginnen. In de documentaire Kiezen, Snijden, Zwijgen volgen we jou en Marieke. En jullie zijn beide geboren in een lichaam dat niet past binnen de binaire hokjes van man of vrouw. De I dus, van interseksen. En er was lang een protocol, tot 2006. Je mag zo meteen mij laten weten als ik het niet goed heb. Tot 2006 was er een protocol waarbij men mensen door medische ingrepen en hormoonbehandelingen wel in een van die twee binaire hokjes probeerde te duwen. En dan werd er ook nog aangeraden om daar niet over te praten. Dus in de documentaire ben je eigenlijk op zoek gegaan ook naar wat er met jou gebeurd is. Ja, klopt. Goed verteld. Ik denk inderdaad dat de hoofdthema's over in de film gaan over geheimhouding. Dus ook echt het niet mogen praten over je ervaringen. Omdat je dus binnen een maatschappij leeft die ten eerste niet weet dat je bestaat. Wat een van onze grootste problemen is van de intersexe gemeenschap is dat we continu tegen een maatschappij aanlopen die gewoon niet geïnformeerd zijn over wat onze ervaring is. Dus dat is één groot thema binnen de film. En de andere thema is het medicaliseren van non-binaire lichamen. Ja, en hoe was dat om die geschiedenis, je eigen geschiedenis, in te duiken? Zwaar. Ja, het was zwaar in de eerste instantie. Maar ook ja, wel echt liberating. Ik zocht even het Nederlandse woord, maar bevrijdend. Ja, bevrijdend, ja, enorm bevrijdend. Omdat uiteindelijk ik autonomie en agency nam over mijn eigen verhaal. En eigenlijk ben gaan uitzoeken, stapgewijs, van wat is er nu eigenlijk gebeurd in mijn leven? Omdat ik dat niet wist. Ik wist dat ik geopereerd was als kind zijnde. Ik wist dat ik vanaf mijn 11e hormoonbehandeling kreeg om mijn lichaam te vormen tot vrouw. Ik wist dat ik herhaaldelijk of enorm vaak in het ziekenhuis ben onderzocht. Maar hoe dat eigenlijk precies in elkaar zat en waarom, dat snapte ik niet helemaal. Toen ben ik best snel bij Margriet uitgekomen. Die mij en Marieke heel goed heeft uitgelegd binnen haar proefschrift. Hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen. En toen gaandeweg kwam ik er dus ook achter dat wij onderdeel zijn van een heel groot protocol. Waar eigenlijk alle intersexe mensen aan onderworpen zijn. En dat noemen wij het kiezen, snijden, zwijgen protocol. En in de hele wereld is datzelfde protocol? Ja, in de westerse wereld, ja. En waar komt dat protocol vandaan? Dat is ontstaan in 1950 door John Money. Ik heb daar ook een slide over meegestuurd. Een quote was dat? En een quote, ja. Ik dacht, ik kan misschien het beste stukje voorlezen uit het boek. Want dat legt Judith Butler heel goed weer binnen dit boek. Maar het is dus ontstaan door John Money, die een gedachtegoed had dat een persoon moet weten of die een jongen of een meisje is. Dus als je geboren werd met een lichaam dat niet paste binnen dat denkbeeld, dan was het beste om het lichaam er aan te passen naar of een vrouwelijk lichaam of een normatief mannelijk lichaam. Money vond dat medische kennis ingezet moest worden voor maatschappelijke normalisering. Hij en zijn collega-onderzoekers gingen ervan uit dat er iets mis was met het lichaam en dat dat gerepareerd of gecorrigeerd moest worden. Ze vroegen zich niet af of er misschien iets mis was met de normatieve fantasieën die ten grondslag lagen aan de praktijk van seksentoewijzing. En dan vervolgt ze: voor Money was seksentoewijzing niet gewoon een kwestie van beschrijven wat men ziet. De toegewezen categorie moest normaliteit voorspellen, zo niet aanpassen aan de norm garanderen. Seksen was geen natuurlijk verschijnsel, maar een normatief ideaal. Maar in plaats van de onmenselijkheid van de norm te bekritiseren, besloot Money niet normatieve lichamen te repareren en te corrigeren. Met intersexe baby's was volgens Money iets mis. Die hebben een afwijking, een lichaam dat faalde, omdat het niet past in de bestaande categorieën die
onontoonbaar waren om te voldoen aan de normen van man of een vrouw te worden. Volgens mij struikelde ik een beetje over mijn laatste woorden, maar ik hoop dat jullie het begrepen hebben. Ja, dus eigenlijk dat legt heel goed uit wat het Money Protocol inhoudt. En dat protocol dat heeft enorm veel invloed gehad op de volledige westerse medische wereld en hoe intersexe mensen behandeld zijn die met een non-binair lichaam geboren werden. Het is wel echt heftig dat er dan gewoon één man is die dan iets bedenkt en dat voor zoveel jaren daar dan de hele westerse wereld meegaat daarmee. Ja, dat is inderdaad heel heftig. En de vraag is natuurlijk ook, hoe kan het zo zijn dat de hele westerse maatschappij en de hele westerse medische wereld daarin mee is gegaan en dat er eigenlijk vrij weinig mensen gedacht hebben van misschien is het niet handig om deze operaties uit te voeren op kleine kinderen die zelf nog geen beslissingsrecht hebben, die nog niet kunnen meepraten over wat er gebeurt met hun lichaam. Maar gewoon maar dat lichaam dus binnen die twee normale genders die wij dus met z'n allen in de maatschappij hebben vastgesteld, mannelijk lichaam, vrouwelijk lichaam, te voegen in de plaats van te accepteren dat er nu eenmaal diversiteit bestaat binnen de maatschappij en ook binnen de biologie. Ja, dat is pijnlijk. Ik wil graag de rest van de sprekers ook uitnodigen. Tim van der Grift werkt als psychiater, seksoloog en onderzoeker. Valentijn de Hing, schrijver en dj voor de correspondent, schrijft ze over populaire cultuur. En Bappie Kortram is visueel designer en plus size model. Welkom alle drie. En Bappie, je bent ook oprichter van het YouTube channel en media channel Kutmannen. Ja. Ik heb heel veel geleerd door ernaar te kijken. Jullie beantwoorden ook allemaal vragen. Zijn er eigenlijk vragen die je niet behandelt? Nee, alles moet behandeld worden. We hebben Kutmannen gewoon voor de grap gestart. Voor de mensen die het weten. Surprise, ik ben een transman. Woe, oké, we gaan verder. Maar wat we zagen is dat natuurlijk heel veel sensaties rondom transvrouwen in zijn YouTube-channel starten en de media ingaan, noem maar op. Maar vrij weinig mensen weten dat ook de andere kant op kan gaan. En als je praat over transmannen, zijn we een soort van verwarde potten. En ik ben we beginnen meestal zo en daarna komen we achter dat we transmannen zijn. En als we erover willen praten, dan zijn mensen heel bang, heel schuchterig over te beginnen. Want, oh nee, ik word gecanceld. En ik ben meestal van, stel die meest lompste vraag, dan kunnen we uitzoeken wat je vraagt, dat het werkelijk vandaan komt. En dan kunnen we verder spitsen wat er is. De meest logische vraag van allemaal is, hoe heb je dan seks? En ik zeg altijd, met consent. En en dan natuurlijk komt de hele vraag van, oh, maar je hebt een vagijn, hoe werkt het dan? Mijn favoriet is dan, is je vriendin dan lesbisch? En ik ben ik weet niet waar je deze vandaan haalt. En het is natuurlijk helemaal zoals we het over hadden, de penetratieve seks. Twee kutjes worden tegen elkaar geslagen, dus hoe dan? En dan ben ik gast, je bent niet creatief in bed, weet het voorbind dildo. En iedereen komt klaar zoals het hoort. En dan zit je gewoon erin van, dat is de creatieve vastheid van alle dure woorden die we graag gebruiken. Patriarchaat, heteronormativiteit, piemel en vagijn rammen, weet je. En dat is gewoon van, dan zie je, dat cis-heteronormatief is erg gestald op een of andere manier, waardoor er, jammer voor de cis-vrouw, niet veel creatief in bed gebeurt. We hebben de cijfers gezien en de queer community maakt zich zorgen. En ooit komt er Google Maps voor de G-spot en ik ben zo blij voor iedereen. En dan erbovenop ook is een soort van de stressheid van het feit, ik bijvoorbeeld ook soms zeg, bijvoorbeeld op Grindr en Scruff en weet ik veel, ik ben een domtop. En er zijn letterlijk mensen die dan DM'en, hoe ben je top als je een kut hebt? En dan denk ik van, het is een Grindr, we zijn nu met snelle neuk te doen, niet existentiële crisis bij elkaar op te roepen. Maar toch komt het naar voren dat ik het lef heb zonder een piemel te zeggen, ik ben een domtop. En dan gaan mensen echt op de wild. Maar het is dat mensen ook de vrijheid moeten hebben om die vraag naar voren te rachen. Ik maak je een beetje belachelijk. En dan gaan we echt diep op in dat als jij een cisman bent, zou je je partner kunnen laten klaarkomen op een non-penetratieve manier. En dan gaan mensen ook verder moeten nadenken over wat is seks, wat is dominant zijn in bed. Hoe werkt het allemaal dan als er opeens geen piemel er is?
En dan eigenlijk kunnen we gesprekken gaan hebben over gender, over het lichaam. Maar laat gewoon lekker lomp doen, alle kutmannen. Want onze slogan is, alle mannen zijn kut, maar wij hebben kutten. Dus wij zijn dubbel kut en dat maakt ons kutmannen. Dus we maken het lomp en droog en we krijgen gewoon alle vragen. En we tackelen ze gewoon, want dan zie je ook wel dat mensen echt gaan nadenken over... Oh ja, het is allemaal niet zo diep. Einde van de dag willen trans mensen gewoon niet de huur betalen... Het liefst gewoon chillen op het strand, net als ook andere cispersoon. En ik weet niet, wat wil een cispersoon die een transpersoon niet wil op dit punt eigenlijk? We zijn best wel allemaal hetzelfde droogheid. We willen allemaal dat Albert Heijn niet steeds de prijs omhoog gooit. Dat is het gewoon. En er is best wel wat te doen eigenlijk om de rol van de psychiater in de transzorg. Hoe zie je je eigen rol eigenlijk? Nou, ik zou willen dat die kleiner was en ook vaak dat die anders is. Ik zou vaker een rol willen hebben waarbij ik ondersteunend ben aan de persoon... en wat minder in een soort toetsende rol gezet wordt. Maar ik zie juist vanuit die ontwikkelingen over wat... allerlei angsten die er gezaaid worden... dat de rol steeds weer groter wordt toebedeeld. Dus dat wij steeds vaker weer moeten zeggen van... is iemand wel trans genoeg? Om behandelingen te krijgen? Is iemand wel trans genoeg om een paspoort te mogen wijzigen? Terwijl dat is eigenlijk voor de meeste mensen zie ik eigenlijk daar heel weinig rol voor mij weggelegd. Ik denk dat veel mensen in mijn vakgebied dat delen. Maar er is een soort idee dat wij, dat de medische wetenschap of zorgverleners, dat die de natuurlijkheid van dingen, om maar even zo te zeggen, kunnen bewaken. En dat die dat zouden moeten doen. En dat maakt juist dat ik minder goed naast de patiënt ook kan staan... om diegene goed te horen en om diegene ook... dat diegene zich vrij genoeg voelt om eerlijk tegen mij te zijn. Dat is heel moeilijk als ik ook iemand moet beoordelen. Dus je hebt ook het gevoel dat mensen een soort toneelstukje ophouden soms, omdat dat... blijkbaar zo... ze denken dat dat de bedoeling is. Of ja, dat is een beetje gek verwoord, maar... Ja, nou, dus het kan inderdaad wat soort van... ik weet nou niet of ik dat mag zeggen, performatief... maar ik weet niet of ik dan die woorden van mijn butler goed gebruik... maar juist dat er eigenlijk een soort schijn is... van dat ik iemand aan het helpen ben... maar dat iemand heel goed weet wat hij tegen mij moet zeggen. En puur omdat we dan allerlei ideeën van dat mannen en vrouwen... dat als we het vrij zouden geven... dat het dan allemaal heel gevaarlijk zou worden... Ik zie dat niet zo, dat allemaal heel gevaarlijk zou zijn. Maar dat is denk ik wel wat je heel erg ziet in politieke discours... met zo'n transgenderwet bijvoorbeeld. Daar wordt heel erg gezegd. Kan je vertellen over hoe het zit met de transgenderwet? Nou, daar wordt in de mensen die dat tegenhouden... wordt er eigenlijk een beetje verteld wat jij, Margriet, aan het begin zei. Dat het iets is wat puur sociaal... geconstrueerd is gender, dus dat de hele tijd maar heen en weer zou kunnen gaan. En dat als je dat heen en weer, als je dat volledig vrijgeeft... zonder dat te reguleren door bijvoorbeeld dokters of medische wetenschap of psychologen... dat er dan een soort gevaar ontstaat. En dat zijn volgens mij die fantasma's dat er allerlei abstract... allerlei dingen daar dan aan toegeschreven worden... Ten eerste weet ik niet hoe doelmatig het is wat ik dan doe... want ik kan niet voorspellen of iemand straks met een ander... gendermarker in een paspoort een toilet binnengaat... of in wat dan de gevolgen daar gaan zijn, dat kan ik niet voorkomen. En ten tweede is het sowieso ook kan iedereen vraag dat doen, hoe... Denk ja, ik. Dat denk ik ook. Er wordt hier ook niet... hier zijn dan genderneutrale toiletten, maar op plekken... gender wordt niet gehandhaafd met je paspoort op een toilet bijvoorbeeld of zo. dus daar zit allemaal een gekke gedachte in... en dat geeft mij een beetje een ongemakkelijke positie... ten opzichte van de mensen die ik eigenlijk wil ondersteunen. Want ik zag ook de documentaire... die eigenlijk iets van 10 jaar geleden of zo... of 20 jaar geleden over jou gemaakt is. Daar hoorde ik eigenlijk dit argument ook terug van je balletleraar. Die zei toen ook van... er is best wel veel met Valentijn gesproken... over gender en transitie en... Nee, die balletleraar had niet zo heel veel met mij gesproken. Die had vooral besloten. Dus de balletleraar zei, er is veel met Valentijn gesproken over dit onderwerp. Ja. En misschien zoveel dat Valentijn nu denkt dat Valentijn in transitie wil. Ja. Dus zeg maar een soort van dat het...
adults manipulate children who are having an identity crisis. Het is een beetje dat oude verhaal van je kan vrouwen maar beter niet te veel laten lezen en niet te veel intellectuele gesprekken met hebben, because they might get notions. Mm. Ja, dat is natuurlijk echt zo een beetje, dat is echt zo, weet je wel, op jonge leeftijd een soort intellectuele gesprekken voeren over gender en over identiteit en wat wil je daarmee en wat zijn je keuzes daarin. Weet je wel, alsof dat een soort van dingen in je hoofd... alsof ik me daardoor dingen in mijn hoofd gehaald heb of zo. En ik krijg, want dat wilde ik graag aanvullen op wat Tim ook zei. Kijk, waar het hier natuurlijk eigenlijk over gaat is... waar Bappie het eerder ook al over had, weet je wel, ben je trans genoeg? En met name, wie mag zichzelf eigenlijk trans genoeg noemen? Wat is trans zijn eigenlijk? Weet je wel, waar komt dat vandaan? Hoe definiëren we dat? En weet je wel, je hebt dus een kant van de discussie die zegt... ah joh, is gewoon een identiteitscrisis, die heeft iedereen wel eens... en iedereen gaat door een puberteit heen waarin je afvraagt... wie ben ik eigenlijk? Je hebt een andere kant van de discussie... die zegt, nee, trans zijn, dat is echt een ding... en dat is een ervaring die mensen hebben... en daar moeten we op een bepaalde manier zorg voor organiseren. Op welke manier je dat dan doet, kun je het vervolgens over hebben, maar whatever. Kijk, waar Butler het uiteindelijk over heeft in het boek... is, hebben mensen de mogelijkheden om voor zichzelf een leven te organiseren... om te kunnen leven en ademen? Weet je wel, kunnen zij zorg voor zichzelf organiseren... die zij zeggen nodig te hebben voor een leefbaar bestaan... Los van of een dokter heeft besloten dat jij die zorg daadwerkelijk nodig hebt of niet. Los van of Jordan Peterson vindt dat je die zorg wel of niet mag krijgen. Kan jij als persoon een beslissing maken over de zorg die jij nodig hebt... om je leven een stukje leefbaarder te kunnen maken. En op het moment is die toegang gewoon niet... op orde. Dus daar zou het over moeten gaan. En helemaal niet over of Jordan Peterson wel of niet gelooft... dat trans zijn een ding is, zeg maar. Dus volgens mij zijn en dat is natuurlijk ook iets wat de anti-gender kant van dit debat heel slim doet. Die trekt ons dus de hele tijd in een soort meta-verhalen van... ja, maar wat is een vrouw dan? Ja, heb je even. Daar heeft gewoon echt 30 jaar universitaire studies, weet je wel... en die zijn er nog steeds niet uit. Ja, dus daar kunnen we eindeloos over praten. Maar uiteindelijk gaat het over mensen die een leefbaar leven voor zichzelf organiseren... die heel helder zijn over wat ze daarvoor nodig hebben en die shit gewoon niet krijgen. Doe me even denken aan die applaus. ik moet ook even denken aan die quote van Toni Morrison die zegt over racisme dat dat houdt je van je werk af omdat het een afleiding is, omdat je steeds maar moet, omdat je steeds maar opnieuw moet bewijzen dat je bestaat of zo. Dat je je bestaan moet uitleggen. En dat is eigenlijk, denk ik, in dit geval ook hetzelfde geval. Ja, precies. En nogmaals, dus weet je wel, het gaat gewoon over hele... eigenlijk over hele concrete, praktische dingen. Zeg maar, iedereen heeft veiligheid nodig om een goed en fijn leven te hebben. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Iedereen heeft een baan nodig. Iedereen heeft eten nodig. Iedereen heeft een schone lucht nodig. Zeg maar, we hebben al die dingen hebben we nodig om te kunnen leven. En sommige mensen hebben daarbij ook nodig dat ze hun identiteit kunnen beleven op de manier waarop zij die willen beleven. En die kunnen uitdragen op een manier die zij die goed voor hun voelt. Ja, weet je wel, en dat kan, weet je wel. Die mogelijkheden zijn er, maar die mogelijkheden moeten ze wel krijgen. En op het moment wordt wat die mogelijkheden inhoudt... verdraaid tot iets engs. En iets wat, zeg maar, ons hele bestaan eigenlijk op losse schroeven zet. En dus wordt ons die mogelijkheid ontnomen... Ja. En daar moeten we ons tegen verzetten. Ja, Tim wilde ook iets toevoegen. Nou ja, ik zat nog te denken, toch, ook om het toch inhoudelijk te debunken... een beetje vanuit de ontwikkelingspsychologie... dacht ik van ja, met al die narigheid van money... zijn we in ieder geval wel achtergekomen... dat je gender niet totaal kunt nurturen. Je kunt het niet construeren als therapeut... door iemand systematisch als vrouw, zou maar zeggen... of als man of wat dan ook...
Dat is volgens mij jouw hele verhaal. Dat je kan niet vanaf kind af aan iemand systematisch opereren. Ook al doe je het, zomaar zeggen, biologisch gezien helemaal perfect. Helemaal wanneer een kind nog een blanco blad is en helemaal het lichaam gelijk in lijn brengen en dan iemand indoctrineren met een gender. Dat is gebleken dat dat niet werkt. Dus dat is, zomaar zeggen, de inhoudelijke debunk, maar zo te zeggen. Dat is de hele intersexbeweging emancipatie die er nu is. Ja. Ja. Ja, ik luister naar jou en ik vind dat je ten eerste echt zo goed praat en zo mooi dit allemaal kan vertellen. En zo helder uitlegt ook. En ik denk steeds bij mezelf, ik wou dat ik al die woorden al had die jij hebt. En wat ik daarmee bedoel is dat de intersexe beweging op dit moment nog zo ver achterloopt. Dat ik zelf merk dat ik continu aan het zoeken ben naar wat betekent het eigenlijk om intersexe te zijn. Welke woorden voeg ik daaraan toe? Hoe benoem ik de dingen, de ervaringen, het onrecht dat is aangedaan? Hoe gaan bijvoorbeeld TERFs, hoe kijken zij naar intersexe mensen? Ik vind dat enorm interessant. Misschien hebben jullie daar een antwoord op nog. Maar dat is iets dat echt een heel groot probleem is. En dat komt omdat er op dit moment gewoon nog ook geen collectief gedachte ontstaat rondom of binnenuit van de intersexe beweging. Want we zijn maar met een enorm kleine groep die zich op dit moment uitspreekt. Dus ja, ik hoop dat ik over een aantal jaar hier ook met meerdere mensen kan zitten. En ook die ontwikkeling ben doorgaan die jij bent doorgaan. En ik vind het echt bewonderenswaardig om naar je te luisteren. Heel even kort over TERFs en intersexen. Wat zij van intersexe mensen vinden, dat is dus hoe ze met Iman Gelief bijvoorbeeld omgaan online. Want nogmaals, wat ik net al probeerde uit te leggen, wat ik volgens mij niet helemaal goed deed, maar we weten eigenlijk dus niks over Iman Gelief. We weten echt eigenlijk niks over wat er wel en niet aan sekstesting is gedaan. En dat is allemaal echt heel erg ongewis. Maar J.K. Rowling en de Haren hebben eigenlijk al besloten dat Iman Gelief een intersexe ervaring heeft. En dat Iman Gelief daarom een man is. Want dat zegt J.K. Rowling de hele tijd op haar Twitterpagina. Ja, en vervolgens, weet je, daar komt dan shit over. En vervolgens gaat J.K. Rowling dan roepen, ja, maar maak die testresultaten dan openbaar. Dat je denkt, oké, that's not how privacy works, ten eerste. Maar ook überhaupt, je geeft al aan dat die testresultaten je uiteindelijk geen donder interesseren. Want je hebt Iman Gelief al man genoemd op basis van niks. Op basis van een vibe die je hebt gekregen. En dus dit is ook, weet je wel, zij hebben ook zij claimen ook de hele tijd dat ze het altijd kunnen zien, weet je wel, dat er qua gender of seksie iets met iemand aan de hand is. En in het geval van Iman Gelief is het gewoon niet anders, weet je wel, ja. Ja, dus even dat. Voordat we naar de zaal gaan, om het weer terug te brengen naar Judith Butler. Ja, hoe gaan we hier uitkomen? Ja, nou, dat vind ik dus zo'n goede vraag, want Butler probeert dus in dit boek daaruit te komen. Dus hoofdstuk 4 probeert hen te laten zien wat de logica van de TERFs is en wat daarmee te doen. Maar Butler laat ook zien dat die anti-genderbeweging is niet alleen tegen trans, tegen intersex, tegen gay en lesbien. Het is ook tegen vrouwen. Denk even Trump en J.D. Vance. En ook Wilders die twittert, ik ga het gezin beschermen. En dat, dan weet je al gelijk. Dan weet je al gelijk. Wat? Daar komt gedonder en niet leuk gedonder. Vrouwen moeten terug naar het aanrecht. Zoals J.D. Vance wil, vrouwen zijn om voor kinderen te maken. Dus het gaat ook om feminisme. En Butler zegt dan in het laatste hoofdstuk, kijk, het gaat om solidariteit. Het gaat om dat we allemaal vrij willen zijn. En het idiote is dat als iemand die trans is of intersexe en vecht voor een klein beetje vrijheid voor hun eigen leven, ademen, hè, zoals Valentijn zei, betekent niet dat de ademruimte van iemand die zich cisvrouw identificeert wordt afgenomen. En dat laten de TERFs wel, of extreem en radicaal rechts, doen alsof de vrijheden van echte mannen en vrouwen worden ingeperkt door ruimte te maken voor alle anderen. En dat is zo. En die logica is zo moeilijk om te
aan te pakken of om mee in discussie te gaan. Omdat het dus, ik zei eerder, misinformatie, maar het is natuurlijk desinformatie. Je raakt zo in de war, want ze gebruiken dezelfde terminologie. Ze gebruiken ideologie en onderdrukking en interpolatie en alle filosofische termen die Butler ook gebruikt. Maar dan voor een ander doel. En dan raak je in de war en dan weet je niet meer wat je moet denken. En dan krijg je overheersing. Dus het is ook, Butler zegt, er is so much at stake. Namelijk democracy is at stake. Dus het gaat eigenlijk om wat wij ervaren als democratie en niet als autoritaire staat die zomaar mag beslissen wie wat mag en wie wat niet mag. En ik denk dus dat we, uiteindelijk gaat het om de verdediging van de democratie. Heb je er helemaal niks van begrepen vanavond? Dan is dit De Kleine Butler, geschreven door Margriet van Hees. Waarin Butler heel erg goed wordt uitgelegd. Dus ook dan niet getreurd. Hartelijk applaus en tot de volgende keer.